Oké, okay. nu nogmaals als algemene herhaling een stappenplan om een vergelijking van deze vorm op te lossen. Het eerste wat we gaan doen is, we gaan de haakjes wegwerken door distributiviteit te gebruiken, boogjes, of door de tekenregel te gebruiken, min teken voor de haakjes is tegen aanpassen, binnenin per term, plus teken voor de haakjes is gewoon uh, alles tussen de haakjes overschrijven, klaar. Dus we krijgen hier voor deze vergelijking deze stap. De tweede stap is dat we de breuken weg gaan werken. We kijken daarvoor, het, daarvoor naar het kleinste gemeen veelvoud. Dus van 6 en 4 en nog eens 4, um, is het kleinste gemeen veelvoud 12. Uw eerste gedachte kan zijn 6 keer 4, 24, maar dus 12 is een kleinere factor waarmee je kunt vermenigvuldigen. En hoe kleiner de factor, hoe gemakkelijker onze berekening is. Dus we gaan die 12 vermenigvuldigen met zowel het volledige linkerlid als het volledige rechterlid. En we krijgen, als we dat uitwerken, de volgende vergelijking. En nu, de derde stap, is de stap met de balansmethode. En dus we gaan de balansmethode gebruiken in twee delen. Eerst en vooral, hier willen we aan de linkerkant alle x-waarden hebben, dus die min 12x is er hier te veel aan. En aan de rechterkant willen we de enkel getallen hebben, dus deze plus 15 is er aan deze kant te veel aan. Dus we zullen die wegwerken door aan weerszijden 15 af te trekken en aan weerszijden 12x op te tellen. We krijgen deze vergelijking: we kunnen de gelijksoortige um, delen optellen of aftrekken. En we krijgen dit. En nu moeten we nog een laatste stap doen, een kleine stap, namelijk we moeten delen door de coëfficiënt. In dit geval is de coëfficiënt 22. Dus we gaan zowel links als rechts delen door 22. Links delen door 22 krijg je 1x, dat is gewoon x. En rechts dat is min 6 22ste. Dus haakjes wegwerken, breuken wegwerken. En dan de balansmethode gebruiken waarbij dat je de x'en links hebt en de rest aan de rechterkant. En waarbij je deelt door de coëfficiënt in de voorlaatste stap.